dat gaan we ook later in de, later ook in de industrie gebruiken. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik zelf videogames hartstikke leuk vind, maar ik weet ook van mezelf dat ik ook een persoon ben die altijd kijkt naar achter de schermen hoe dingen zijn en dat ik dezelfde even grote interesse eigenlijk voor heb. En uiteindelijk in videogames heb ik zoveel eigenlijk lol ervaren en uiteindelijk veiligheid en dat wil ik eigenlijk met mensen delen. Dus op die manier zit ik zo van ik wil zelf games maken of in het proces helpen om andere mensen ook eigenlijk plezier te geven. Wel een beetje hetzelfde ook. Het is gewoon, ik vind het zelf heel interessant om te zien wat gaat er nou achter de schermen bij zo'n game, wat gebeurt daar nou allemaal. Ik kijk echt al heel lang, kijk allemaal filmpjes van dat ze door de hele game heen gaan en dingen die je eigenlijk normaal niet ziet. Maar ook gewoon, ik heb altijd tekenen leuk gevonden. Ik heb heel lang gehad van ja, ik wil wel iets met tekenen doen, maar wat nou? En toen ben ik op een soort opleidingenmarkt, zeg maar, ben ik dan inderdaad dit tegengekomen. En ik dacht gelijk van, hé, dat klinkt echt gewoon heel interessant. En ja, sindsdien heb ik eigenlijk ook niet echt naar andere dingen meer gekeken. En ik heb er gelukkig tot nu toe ook nog geen spijt van gehad. Dus, Ik zou het zeker aanraden, want ik heb hier het gevoel dat ik echt mezelf kan zijn met ook zelfde soort gelijk mensen. En in principe, de lessen zijn allemaal leuk. En waarschijnlijk zou dit wat meer zijn voor de mensen die op school zitten en zitten van nou, ik vind boeken leren helemaal niks. In principe is dat je echt van leraren leert en dat je online allemaal je opdrachten krijgt. Dus op die manier is het wel duidelijk. En eigenlijk moet je zelf gewoon notities maken. En in principe is dat eigenlijk best wel fijn. Ja, ik zou hem zeker aanraden. Als het iets is waar je in geïnteresseerd is, dat is wel belangrijk natuurlijk. Als je al denkt van daar vind ik niks aan, ja, dan is het natuurlijk niks. Maar als je denkt van hey, dat is echt heel interessant, je vindt tekenen of creatief zijn vind je leuk, en je bent inderdaad geïnteresseerd in games, en dan echt het maken, niet het spelen, maar echt het maken is het belangrijke, dan is dit zeker een leuke opleiding. Ik vind zelf 3D het vak het leukste. Omdat ik in principe gewoon aan leraar één op één makkelijk ook kan vragen. En eigenlijk op die manier leer te creëren whatever ik maar wil eigenlijk. Van tafels tot characters tot wat je ook maar wil. En ik vind zelf gewoon hartstikke leuk om te doen. Dat is het meer. Ik denk voor mij ook wel 3D en dan vooral... toen ik hier kwam had ik nog nooit iets met 3D gedaan. En ik heb het toch wel vrij makkelijk opgepakt. En het is gewoon, het is heel makkelijk om even iets in elkaar te zetten. Veel makkelijker dan ik had gedacht. En er is nog gewoon voor mij in ieder geval heel veel in te leren. En dat vind ik er wel heel leuk aan. Omdat we bijvoorbeeld meer de focus is op bijvoorbeeld de creatieve vakken dan Nederlands, Engels en rekenen. En die hebben we wel, maar de meeste uren worden toch wel meer gestoken in bijvoorbeeld tekenlessen, lessen over hoe videogames werken, 3D. En dat is hoe je het aanmerkt. Dat is wel heel anders dan je MAVO, HAVO, waar je iedere les van lokaal naar lokaal met je boeken gaat. En hier zit met je laptop, volgende les, oké, starten we nu Photoshop, oké, nu starten we ons 3D-programma Maya op. Dat is wel echt meer het vak en dat gaan we ook later in de, industrie gebruiken. Dus. Voor mij is het heel erg de projecten en inderdaad gewoon gericht op iets maken. Inderdaad met een project, je komt eruit met een soort game en dat is ook gewoon heel leuk. En ook bij de aparte vakken. Je hebt toch gewoon een eindproduct. Dat is echt gericht op hoe je het ook ergens anders zou doen. Dat vind ik wel fijn. Dus, ik vind heel veel docenten vind ik leuk en fijn om les van te krijgen. Maar ik denk dat mijn favoriete docent toch wel eentje is
Die lijkt misschien heel streng, maar hij is wel gewoon echt gericht op werken. En hij kan heel goed feedback geven en geeft echt gewoon aan van hey, dit kan je beter doen en op die manier. En hij geeft ook gewoon leuk les. Dus ja, ik vind dat toch wel mijn favoriete docent. Ja, volgens mij hebben we het over dezelfde docent waarschijnlijk. Maar hij werkt zelf ook nog in de game-industrie daarnaast. Dus hij weet ook allemaal tips te vertellen. Hij heeft zoveel uren in Photoshop zitten en al die dingen. Hij kan je echt met alles zowat wel helpen. Hij is in principe wel bereid en al die dingen. En daarnaast dat hij ook nog in zijn eigen bedrijf ook werkt, dus ook actief ook bezig is, dat helpt ook heel erg. Heleboel. Ja, in principe, ik wist niet heel veel van Photoshop echt in het begin. Hij heeft me echt met allemaal tips ook geholpen. En bijvoorbeeld mijn tekentablet die ik had gekocht, die wilde ook niet zo goed werken. Hij had gelijk al gezien van, oh, dit is het probleem. En iedere andere leraar, die wist toevallig gewoon niet. Dus in dat opzicht is hij gewoon een hele goede asset voor de school. En voor iedere leerling. Ja, en ik heb zelf... had ik voordat ik hier op de opleiding zat, had ik Photoshop niet gebruikt. Ja, kost ook wel wat. En ja, vond ik ook wel een beetje moeilijk om mee te beginnen. Maar hij heeft echt gewoon duidelijk gemaakt van, dit wordt ook in de industrie gebruikt. Ga hier nu gewoon mee aan de slag. Want je moet het niet dan pas nog moeten leren. En ja, hij heeft bij mij wel echt duidelijk gemaakt van... ja, dit is niet gewoon, oh, je zit op school, maar het is wel echt, je werkt naar, ja, gewoon een baan en zo toe. Dus werk daaraan en doe het gewoon en stel het niet uit en zo. We hebben inderdaad al een opdracht samen gedaan. Ons allereerste project, daar zaten we bij elkaar. En dat was een project gewoon in 1 week. En dat was een beetje de introductie. En toen moesten we een escape room maken. Van karton, klei en alles. En wij hebben volgens mij een van de beste gemaakt uiteindelijk. Ja, we hebben echt... we waren met z'n drieën. Met z'n vieren. Ja, met z'n vieren. Ja, we hebben echt gewoon met z'n allen hebben er keihard aan gewerkt. We waren echt heel erg gemotiveerd. En ja, er is wel echt een heel mooi product uitgekomen. Klein kamertje. Met allemaal kleine kaarsjes. Je hebt heel mooi gekleid en alles. En in principe hebben we geschilderd en allemaal buitenkamertjes gemaakt en allemaal puzzels. Dat was hartstikke leuk om te doen. Ja, en zeker ook als introductieproject. Ja, ja. En dan heb je ook gewoon gelijk er een leuk dingetje bij. Dus daar zijn we denk ik wel echt gewoon blij mee. Ja. Oh, beste smoes. Ik weet niet, maar... Waarschijnlijk is het gewoon dat je tegen jezelf zegt, ik doe het morgen, maar... Ja, dat heb je inderdaad altijd. Tenminste, ik heb het heel erg. Er wordt heel vaak, het gebeurt gewoon heel vaak dat er iets mis is met de programma's. Dat is vervelend en dan kan je niet werken. Er zal vast wel iemand zijn geweest die zegt zo van, ja, het programma is gecrashed, ik heb het niet meer, maar... Of niet eens gewoon een smoes, maar ja, ik heb er geen zin in. Heb ik ook wel eens een paar keer gehoord, maar... Ja, maar dat is gewoon indirect. Ja. Dus... Ik denk waarschijnlijk, omdat ik mijn laptop deelt in 1 keer een probleem gehad. En ik dacht, ik heb al mijn folders lekker eraf, stuur ik op, laat ik fixen. Want mijn laptop die werd in 1 keer 90 graden Celsius of zo. En uiteindelijk had ik de folder eraf gehaald, maar ik zag alleen dat hij de folder had gepakt achteraf, maar niks wat erin zat. Dus dan heb ik mijn deel van mijn eerste jaar projecten niet meer. Dat is, I guess, dan mijn grootste blunder. Ja, ik ben ook een keer mijn tekentablet vergeten. Of erger nog, ik heb gewoon een pen waarmee ik op mijn laptop kan tekenen en ik was de pen vergeten. Dus toen ben ik naar het Game Lab gegaan. Daar hebben ze echt zo'n klein tekentabletje die je dan mag lenen. En daar heb ik dus de rest van de dag mee gedaan, maar dat was echt zo'n dingetje, dus was niet erg handig in ieder geval. Nou ja, het is maar wat je fijn vindt in principe om mee te werken, dus. Na schooltijd hebben we ook nog wel eens dat we af en toe met een groep ook de stad ingaan en dat we dan naar de thuiswinkels en comic stores en al die dingen gaan daar.
En andere keren is het ook gewoon dat je gewoon andere mensen die gaan bijvoorbeeld ook gewoon naar de McDonald's of gewoon kleding daar kopen. Dus in principe na schooltijd daarheen gaan, dat is in principe ook wel leuk. Ja, nou, ik heb zelf ik heb verschillende Discord groepen met allemaal vrienden die ik eigenlijk gewoon hier op de opleiding heb ontmoet. wat mij zelf heel erg verraste eigenlijk, was dat ergens in de eerste week was er gewoon al een groepje wat zei van hey, we gaan de stad in, ga je mee? En dat heb ik persoonlijk nog niet echt eerder gehad, maar het was wel echt gewoon gezellig en dat is vaker gebeurd, dus dat is wel leuk. Ik denk misschien wel het Gamelab eigenlijk qua lokaal zijnde, want we hebben VR er, we hebben van die hele grote tekentablets waar je kunt tekenen die heel duur zijn, maar zo handig. Als dat weer open gaat, dan ben ik daar sowieso wel weer te vinden. En daarnaast hebben we ook van die allemaal boeken over andere games en wat het proces daarachter is. Dus als je referenties of iets nodig hebt, dan kun je gewoon pakken. Je kunt volgens mij ook de boeken lenen, dacht ik. Je hebt daar ook controllers, je hebt ook microfoons en ook iets aan filmapparatuur volgens mij. En opnameapparatuur, dus het is gewoon een heaven for creators. Ja, het is, Gamelab is inderdaad gewoon echt heel leuk. Ze hebben er inderdaad verschillende hele interessante boeken over games en zo, artboeken. Inderdaad gewoon apparatuur, dat kan je lenen. Het ene ding mag je wel binnen de school meenemen, maar de andere moet echt in het Gamelab blijven. Je hebt inderdaad van die grote echt schermtekentablets. Daar kan je gewoon je laptop aansluiten en dan kan je daarop tekenen. Dat is echt wel gewoon een hele leuke plek. Om of onderzoek te doen of gewoon voor jezelf te lezen of inderdaad de spullen te gebruiken. Ik ben zelf nooit de persoon geweest die echt heel erg over de toekomst nadenkt. Ik zie mezelf wel bijvoorbeeld voor een klein gamebedrijfje werken of zo. Ik heb bijvoorbeeld nog geen idee of ik 2D of 3D wil doen. Misschien een beetje van beide. Maar ik zie mezelf wel echt gewoon in deze richting doorgaan. En hopelijk er gewoon een heleboel lol bij hebben. Ja, ik zie mezelf waarschijnlijk een begin maken voor mijn huisje, boompje, beestje. En dan bij een bedrijf in principe te werken. Het zal misschien indie zijn of middelmatig groter zijn, denk ik. Hoop ik. Wie weet. En in principe mijn skills voor 3D en 2D dan te gebruiken daar. Sowieso alle mensen die we hier hebben ontmoet en dingen die we hebben gedaan, zoals schoolpizza en alles. Yeah. Ja. Ikzelf, ik hou altijd al mijn projecten en zo. En inderdaad gewoon de ervaring die je hebt, maar ook het is gewoon heel leuk om op je projecten terug te kijken. En, ja, je maakt hier ook een paar games. Over een paar jaar kan je die ook gewoon nog een keer spelen als je ze nog hebt. En dan kan je zien hoe ver je vooruit bent gegaan. Het belangrijkste is toch wel de ervaringen ook. Die zijn wel echt leuk. Gezellig. Ja, het is gezellig. Je moet weten, ga hier niet naartoe omdat je denkt, oh, ik kan games spelen. Dat is het niet. Je maakt games. Het gaat niet om het spelen. Verwacht niet altijd alleen maar leuke dingen in de les. Je hebt gewoon werk te doen. Daar komt een heel mooi resultaat uit. Maar je hebt het eerst te doen. Dus kom hier niet naartoe met het idee van we gaan alleen maar spelen. Ja, volgens mij hebben we dat in ons 2 jaar tijd, hebben we volgens mij echt maar iets van 4, 5 keer maar iets wezen spelen of zoiets. En dat was minder dan een uur. Ja, en dat was onderzoek. Nee, ja. En je mag ook niet de game kiezen. Er wordt gezegd van, jullie gaan deze game spelen, het is voor onderzoek. Schrijf op wat de onderdelen ervan zijn en zo. Het is wel echt gericht op het werk en niet... Oh, het is allemaal heel makkelijk en zo. Nou ja, dit is deze schoolvariant van bekijk een film en maak notities. Dat is het eigenlijk. Ja,